Welkom terug bij de Dutch IT Channel Talkshow. Mijn naam is Danny Friedman en ik heb vandaag een gesprek met iemand die ik al heel lang ken en waardeer. Van de organisatie Gartner, het marketingonderzoeksbureau in de IT. Ik ga mijn gast snel nu organiseren, want ik ga met hem gesprek hebben, enerzijds over de innovatie, uiteraard aan de buitenkant van Gartner, maar ook over de innovatie binnen Gartner. Het is me genoegen dat je hier bent. Ja, het is ook ontzettend leuk hier weer te zijn. Uh... Wij genieten altijd van onze gesprekken. Die hebben we al uh, meer dan tien jaar samen. Mm -hmm. uh, ik ga je toch even vragen voor degene die jou niet kennen, Frank, om je even voor te stellen. Ja, mijn naam is Frank Buitenijk. Ik zit al sinds een uh, eeuwigheid bij Gartner. <laughs> ik zit in het uh, innovatie- en disruptie team. En ik trek daar, uh, wat zo mooi heet het: Gartner Futures Lab. Ja. Daar gaan we het over hebben, Frank. Maar belangrijk even, en dat is denk ik ook toch de rode draad in het gesprek. In 10 tot 15 minuten, en daar zeiden we van tevoren al, daar doen we onszelf tekort. Dat het toch gelukt is dat Gartner zelf ook innoveert en discepteert. Kan je iets vertellen over de historie, hoe dat is gekomen? Ja, nou dat, het zit eigenlijk al een beetje in Gartner zelf ingebouwd. Um, sinds 2005 is er een programma dat heet het, het Maverick programma. Uh -huh. en dat draait om onconventionele research. Um, dat, loopt al, uh, dat loopt al tijden. Um, ik ben de derde uh, die daar uh, leiding aan. Uh, yeah. Aan, aan mag, mag geven. Dus er zit uh, dus ook veel stabiliteit door de jaren heen. Je noemde net uh, Gartner ook het, uh, het Marktonderzoeksbureau in de IT. Eigenlijk is dat ook al, als je het niet erg vindt, al lang Zeker niet meer zo. Niet, nee. Het is uh, ja, een club die zich richt op. Uh, op alle um, inzichten die je als bedrijf nodig hebt. Alle tools die je als bedrijf ja. nodig hebt om je doelstelling te behalen. En dat kan op marketinggebied zijn, op PZ-gebied, op IT-gebied. PZ IT supply chain, strategie. Uh, eigenlijk op elk, elk gebied ja. die je je voor kunt stellen. Ja, en daar hebben jullie toolboxen in, daar hebben jullie roadmaps in. Mm -hmm. Daar heb je natuurlijk een keur aan mensen die je voor jullie best hebben. Van ja. senior principal analyst tot echt game change mensen. Ik vind het altijd knap Frank dat jij altijd toch aan die game change kant hebt gezeten. Hoe, hoe heb je dat zelf kunnen omarmen als mens? Dat jij toch aan de voorgrond van die disruptie binnen Gartner hebt mogen, mogen zitten? Ja, je bent natuurlijk als analist geen. Uh, je, je staat niet midden in de praktijk. Nee. Je, je praat natuurlijk wel met veel mensen. Als je zo'n. Zo, zo, nou, wat is het? 500.000, 1500 mensen per jaar spreekt, dan um, krijg je uiteindelijk uh, heel veel signalen binnen. Ja. Um, maar ik denk dat de kern van de zaak is dat je altijd, dat je altijd nieuwsgierig. Um, uh, moet blijven en ook altijd dat moet blijven twijfelen. Ik denk op ja, het moment dat je mooi. denkt dat je iets weet, ja, dat dat ook het moment is dat je je moet afvragen: ja. is dat dan eigenlijk wel, um, wel zo? En ja. ik, denk dat dat een, uh, maar ik denk dat dat sowieso een goed, goed leiderschapscriterium is. Ja. Ja. Om onzekerheid te omarmen, eigenlijk. Om onzekerheid te omarmen, ja. want op het moment dat je iets zeker weet, ga je je ogen sluiten ja. voor, een, uh, voor een, een veranderlijke werkelijkheid. Ja. Maverick is veranderd in het, ga het, het Gartner Future Lab. Als je, kijkt, als je daar iets over kan vertellen, wat nou de volgende stap is, wat, wat betekent die volgende stap? Ja, het is, um, ik kan je best wel vertellen hoe dat zo, hoe dat zo gegaan Echt? is. Um, je, je kent de definitie van strategie. Ja. Uh, strategie is het verhaal wat je achteraf vertelt. <laughs> en dat was bij, bij ons eigenlijk ook zo. Rondom die onconventionele research, eigenlijk door de laatste jaren heen zijn er steeds wat dingetjes bijgekomen. Mm -hmm. Het werk wat we doen op het gebied van scenario's, het werk wat we doen op ja. het gebied van macro-trends. En toen keken we daar eens op terug. Toen dachten we, hé, hey, eigenlijk zit daar een soort van um, patroon in. Ja. En uh, dat zijn we dus het, het Gardner Futures Lab uh, gaan, um, gaan noemen. Waarin um, we het hele proces begeleiden met hoe, um, hoe vraag je nu, hoe stel je nu eigenlijk je huidige manier van werken te, te, ja. ter, ter, ter sprake? Dat ja. is ja, dan een discussie. Uh, welke, uh, welke dingen zie je in de wereld gebeuren waar je op de een of andere manier wat mee moet? Uh -huh. En welke onzekerheden heb je nou? En op het moment dat je die drie dingen op een rijtje hebt, kun je naar een nieuwe manier ja. van van werken toe. toe en toe. en we, ja, we doen een aantal dingen. We kijken naar onderwerpen op, op een aantal gebieden, iets als het tien jaar of verder weg is, dan is het interessant. Ja. Um, op het moment dat iets heel erg onzeker is, ja. dat we echt geen idee hebben welke kant het op gaat. Een vraag die we op dit moment heel erg veel krijgen is: um, hoe lang denk je nou dat de oorlog in Oekraïne gaat duren? Ja. En het is ook de verkeerde vraag, want ja. het is op zoek naar zekerheid waar geen zekerheid is. Nee. Het enige juiste en, en, en zinvolle antwoord is: dat, dat weten we niet. Dat Je weet. moet met die onzekerheid leren, ja. leren omgaan. Een derde. Um, wat we interessant vinden zijn, zijn onderwerpen die heel erg aan het randje liggen, waarvan we denken dat Gartner wat zo mooi heet uh, brand permission uh, okay. heeft. Yeah. Uh, welke gebieden liggen nu echt ook op het randje voor ons? Yeah. Dan kan, je daar, kan je daar een voorbeeld van noemen? Wat, wat op het randje ligt van Gartner? Ja, uh, en nadenken over, een, uh, uh, over waar het met de wereld juist, in termen van geopolitiek en de conflicten daar, uh, ja. naartoe gaat. We hebben we ook een aantal scenario's yeah. op, uh, over opgesteld. En ja, daarmee zeg je eigenlijk, Frank, dat dat gartner Slab... Relevanter en relevanter geworden is de afgelopen jaren. Want het bespreekt heel erg de huidige problematiek in de wereld. Merk jij dat ja. ook voor jouw rol binnen Gartner? Ja, ja, want mensen die misschien nu zitten te kijken, die denken jeetje, tien jaar, ja. jaar verderop, verder wat moet ik daarmee? Ja. Maar hoe verder je nadenkt over de toekomst, hoe meer je eigenlijk reflecteert op het, op het heden. Ja. Ik weet niet of. Ik weet niet of Hou je van Star Trek? Zeker. Ja. dat als je nou kijkt door de decennia heen. naar de verschillende series die van Star Trek gemaakt zijn. dat waren eigenlijk allemaal bespiegelingen. op het, het tijdperk, tijdperk zelf. Ja, um, mooi. Vanuit de jaren zestig tot, ja. tot, 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 tot en met nu. Ja. Dus nadenken over de toekomst. leert je, leer je heel erg te bespiegelen. over wat is eigenlijk ons, ons wereldbeeld vandaag. Ja, dat is mooi. Dus volgens mij zijn daar aan een hele mooie. Ik weet niet of het boeken zijn, maar analyses over geschreven. over Star Trek. Dat het. En ook een weerspiegeling was van het toenmalige toonbeeld van onze maatschappij. Ja. En dat ze dat vertaald hebben eigenlijk in een toekomstig beeld. Ik vond dat, ach, ik vond dat, oh, ben, ja. een, ben een groot fan van, van Startek. Ik kan me wel voorstellen, Frank, hè, als een, een CIO of een CEO of een it er kijkt naar ons gesprek. Dat hij misschien achter zijn keukentafel of zijn bureau zegt van oké, okay, Danny Frank. Maar wat kan ik nou hieruit halen als businessleader om dat toe te passen in mijn bedrijf? En ik denk dat dat een terechte vraag is. Ja. Wat zou je daarop beantwoorden, Frank? Um, er zitten een aantal aspecten aan. Uh, zeker nu um, er, um, er gewoon zoveel onzekerheid is. En polarisatie, ja. Ja. Um, is het heel erg gemakkelijk om in de waan van de dag uh, terecht uh, te komen. En uh, dan ga je leiden naar iets wat zo mooi heet Strategic drift. Je gaat het ene vuurtje naar het andere. Mooi. En van de ene kiezers naar de andere kiezers. En dan is het toch wel handig om een soort van punt op de horizon te ja. hebben. Van waar willen we eigenlijk met z'n allen uh, naartoe? Ja. Uh, dat, dat is één. Um, ten tweede, en ik noemde dat net al even, um, op het moment dat je jezelf dwingt wat meer over de toekomst na te denken, waarin eigenlijk alles anders is uh -huh. dan nu, dan is er eigenlijk nog maar één ding zeker. Dat is namelijk jezelf. Ja. Uh, wat vind ik ja. belangrijk? Waar sta ik voor? Waar geloof ik in? Wat is mijn toegevoegde waarde ja. als, als persoon, als bedrijf? En, en die mate van zelfreflectie is, um, ja, is denk ik wel verstandig ja. op, uh, op dit moment. Uh, het nadenken over. Um, over waar, uh, waar je voor staat. Voorstaand. Maar dat zeg je dan meteen eindelijk, Frank. Hè, dat, dat die CIO, en nogmaals, je kunt het gesprek aan met Frank en met vele collega's van Gartner. Dat eigenlijk het lab en ook jouw rol binnen Gartner eigenlijk een spiegel voorhoudt voor die toekomstige leider. Of die leider die er nu zit. Om na te denken over zijn of haar prioriteiten binnen haar bedrijf, binnen hun ja. kan, ik het, kan ik dat zo goed formuleren? Ja, ja we proberen het daarin uh, te, 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 te kietelen te, uh, ja. en, uh, en te prikkelen om dat teweeg uh, ja. te, uh, te brengen. Dat ja. is wel het geval. Ja. Ja. Zeker ook um, van buiten naar binnen. Um, de rol van de CIO is toch, is toch best wel veranderd. Zeker. Um, in de jaren... Daar hebben we het veel over gehad de afgelopen tien jaar samen. Precies. Ja. Nou ja, In de, de, ja. de jaren tachtig en negentig stond je als CIO in het midden van de bedrijfsvoering. Ja. Um, de laatste de, de tien, tien jaar, vijftien jaar um, steeds meer naar het, naar in het, het midden staan van, van het businessmodel. Daardoor, oh. Door digitalisering van de business. En nu sta je CIO steeds meer midden in de maatschappij. Ja. En wij merken ook uit de interviews uh, die... Um, die we hebben, continu dat er niet alleen sprake is van dat klanten heel erg graag weten van... wat, wat doe je eigenlijk met al die data? Wat doe je eigenlijk met al die technologie? Maar dat ook personeel van hun leiders wil weten... Ja. Waar, sta, waar sta jij nu eigenlijk op? Gebied A of gebied B of ja. gebied C? En dat gaat zelden over de cloud... Nee. Of over, ja, het, uh, over de bedrijfsapplicatie. Ja. Maar um, de, de, de medewerkers van een bedrijf willen heel graag ook hun leiders kennen. Ja. Van, van wat, wat, wat vindt hij nou, waar gelooft hij nou ja. in, en, en wat moeten we daar nou mee? Ja. En door het omarmen van die onzekerheid hè, creëerden we een nieuwe stijl van leiderschap, die ook vervolgens een routekaart keert voor de toekomst, mm -hmm. ook gebaseerd op die onzekerheid. Ja, ja de krachtigste leiders ja. durven te zeggen: ik weet het niet. Nee. Je bent op 13 oktober, Frank, een van de keynotes op de Future of Business Technology. Nou, je bent daar en we hopen u daar te zien. Dus we gaan zeker niet alles weggeven. Waar ga je het daarover hebben? Ja, de, de, maatschappelijke het gaan... rol, de maatschappelijke rol van de CIO. Ja. En um, uh, wat je daar nou eigenlijk als bedrijf moet met het, uh, met het onderwerp van alle sociale onrust is. Dat, ja. lijkt, dat lijkt heel erg ver ja. weg. Sociale breuklijn hoorde ik, hè? De sociale breuklijn, ik, hè. de sociale, breuklijn, sociale ja. onrust. Daar hebben we het vorig jaar al heel even ja, over klopt. gehad. En nu is het onderzoek een stuk. Uh, een stuk verder. Ja. En um, um, ik, ik zal één um, zeg maar tipje van de sluier op, uh, oplichten. Hier, is dat er uh, uit, uit onze surveys en gesprekken blijkt dat, um, uh, dat we met z'n allen denken dat, dat, dat er echt. vele bronnen van sociale onrust zullen blijven. Ja. En dat die ook allemaal tegelijkertijd, niet over tien jaar, mm. maar verwachten, de, de, de meeste mensen verwachten dat het grote deel daarvan, eigenlijk tussen nu en twee jaar, zich eigenlijk Klopt. al in alle hevigheid manifesteert. Ja. Dat raakt volgens mij ook ons gesprek wat wij samen drie weken na 13 oktober gaan hebben in Barcelona samen, mm -hmm. Frank. Hè, waar we de, de, de Nederlandse it analysesessie sessie samen zullen modereren. Met een aantal fantastische CIO's die we binnenkort gaan lanceren. Ook ik kijk daarnaar uit. Heb je, kijk jij daar ook alweer naar uit? Want het is natuurlijk heel lang geleden dat we fysiek ergens naartoe zijn gegaan. Ja. Maar ook de Garden IT -Expo is geweest, Frank. Ja, ja nou ja. Um... Wij hebben daar altijd een bijzondere samenwerking Klopt. in, vind ik. Jij zit dan aan tafel. Klopt. En uh, het lijkt me heerlijk om gewoon weer de zaal te houden. Oh, daar, daar kan ik nu ook van genieten. En, ja. uh, en iedereen een microfoon ja. door de neus te douwen en te vragen: wat vind jij daar nou eigenlijk ja. Uh, van? Ja, ja. Oh, dat gaan we zeker doen. Frank, ik vond het ontzettend fijn dat je hier was. Ik kijk er heel erg naar uit om, uh, om je 13 oktober te mogen introduceren in uh, Fort En uh, we zien elkaar snel sowieso. Super, dankjewel. Ja, Frank Buitenwijk. Organisatie Gardner. Innoveert ook van binnen, maar ook van buiten. Frank gaf het al aan, van Maverick naar het Future Labs. Om met name leiders te ondersteunen in hun onzekerheid. Om die roadmap die ze hebben meer kleur te geven. Om juist ook die routekaart te geven naar de toekomst, om naast hen te staan. Prachtig gesprek. Ik waardeer hem zeer. Bedankt voor het kijken Luister en luisteren. Tot de volgende keer. Ergens in Nederland of daarbuiten.